Ben en ik zijn teruggekeerd op een stukje grond waar we al eerder hebben gezocht. Maar omdat we beide nu een grotere zoekschotel hebben, wilden we toch nog eventjes terugkeren hier om te kijken of we er wat uit kunnen halen. Het lukt. De eerste vondst die ik had gedaan is dit knopgewicht. Maar ik wil nog eventjes goed kijken om een schoot te maken. Maar zo te zien zijn er al heel veel stempels die erin staan. Dus dat is wel interessant. Dus dat ga ik thuis eventjes goed reinigen en leuk in beeld brengen. Ja, die is mooi. En deze vondst doe ik dus net. En die heb ik al eens eerder gevonden. Op hetzelfde veld? Op hetzelfde veld. En gewoon weer precies dezelfde. Weer een mooie knoop. Met de W. En ja, we denken dat die van Willem is. Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ik heb gehoord dat het ook nog zelfs na 1900 kan zijn, maar ook dus voor 1900. Ja, weet iemand het nou helemaal zeker? Laat het even achter in de reacties. Dus het kan 19e eeuws, maar ook begin 20e eeuws zijn. Maar hij blijft mooi. Ja, dit zijn wel weer twee hele leuke vondsten. Ja, ja, doen we het voor. Ja, zeker. Nou, hebben we toch best wel goed gezocht de vorige keer, Ben. Want heel veel komen we niet meer tegen. Nou ja, kijk, weet je, ik ben een professional natuurlijk, want ik kom niet veel tegen. Oh. We hebben natuurlijk weer die knopen ben je voorbij gegaan. Ja, maar dus dat betekent dat ik... Twee vondsten nee, op de 300 vierkante meter, dat is nog niet veel. Ja, nee. Ik maak maar een grapje, maar ik heb hier een zegellootje. Ja, en... Kijk of ik hem om kan zitten. Ja, volgens mij wel. Ja, hij is weer een beetje vies geworden, maar ja. Thuis even schoonmaken. Ja, dan. En ja, ik heb als bijvondst deze pijpenkop gedaan. Die en nou ik... zie ik als hielstempeltje de letter A. En zal er nog een letter naast staan? Volgens mij wel, maar is een beetje gesleten misschien. Hmm. En nog een detail hier op de zijkant, een schildje. Zie je dat? Oh ja. Dat was een dikke pijpenkop. Dat was een flinke roker, denk ik. Daar komt veel tabak in. Ja, maar aan deze stempel, aan de letter en het stempeltje hier aan de zijkant, dan kan je nog zien wie de maker is en hoe oud het ongeveer is. Ja, ik denk misschien, dat gaan we maar eventjes uitzoeken. Ik kan dat nu nog niet zeggen. Het hielmerk op deze pijpenkop bestaat uit de letters AE met daarboven een kroon. Deze letters zijn van de fabrikant Abraham Eling, actief van het jaar 1707 tot het jaar 1746. Daarna is dit hielmerk ook nog gebruikt door opvolgende fabrikanten tot en met het jaar 1862. Het schildje op de zijkant van de pijpenkop wijst erop dat deze afkomstig is uit Gouda. Is dat hier niks? Nee, het is een beetje versiering. De rand hier zie je wel een stippellijntje op zit. Dus zo kan je van een pijpenkop ook toch nog leuke details ontdekken. En informatie vinden, Ben. Het is een mooi pijpenkop, ja. Ja, dus, ook dat zijn leuke dingen. Zeker weten, ja. Het blijft een beetje druilerig weer. Maar ja, daar doen we niks aan in deze tijd van het jaar. Ik heb weer een leuk zegelloodje gevonden. En hij is nog duidelijk leesbaar. En het is weer een opmerkelijke, deze ken ik nog niet. Normaal gesproken zie je wel eens de Leidse sleutels of andere dingen erop staan. Maar we gaan eens even kijken of we deze ook weer kunnen determineren waar het precies van is. En dan ga ik die informatie erbij zetten. Het lukt niet altijd, maar ik ga mijn best doen. Ik ga het even opzoeken. En het is toch altijd grappig om weer achter te komen. Ja, we zitten weer even bij de slootkant, want ik heb nou weer wat gevonden en dat moeten we even gaan afspoelen. Ja, misschien is het wel helemaal niks, maar er zit een ring aan met een, het kan hem zeg maar scharnieren. Eens even kijken hoor, want wat is dit joh? Dit lijkt me toch wel ijzer. Een raar iets joh. Geen idee. Nou, of dit nou iets geweest is, ik kan het niet zeggen. Apart. Heel vreemd. Heel vreemd.
geen idee. Nou, ik weet het nog eventjes niet. Ja, het is volgens wel van ijzer dit gedeelte en de rest is een koper. Daar ging die lekker op af, maar wat het nou is geweest, Joost mag het weten. Ja. Oh. Ik dacht even dat is een kraan of zo, weet ik het. Kijken. Zo dan. Ja. Ik dacht aan, zilver zijn. Ik dacht een schaakstuk. Ja, dat leek het. De kop van een hond. Een kop van een hond. Hey. Ik dacht echt zo'n kankaan, weet je wel. Voor mij zit er schroefdraad in de binnenkant, of niet? Ja, lijkt het zo. Goed, ja. Het lijkt wel een spuitmondje of zoiets. Ja. Dat er een tuutje is het van een spuitmondje. Fonteintje of zoiets. Hè? Dat lijkt het op. Ja, hè? Als ik het zo zie. Wat hij in zijn bek heeft zitten. Dat denk ik wel, ja. Van een fontein, ja. Zoiets. Wat bijzonder, joh. Ja. Ik denk dat je moet even die binnenkant schoonmaken. Ja. Misschien als daar schroefdraad in zit, dan zal het best wel ergens op hebben gezeten. Maar aan de andere kant. Ja, is het goed. Ja? Ja. Wel grappig. Wat een grappige vondst, joh. Ja, toch leuk. Zwaar, oh, kwam die hoog binnen? Nog niet eens heel hoog, nee. Niet eens heel hoog? Nee. Maar volgens mij 23. Oké. Okay. Maar je ziet dat inderdaad, ik denk dat dit gewoon een... dat het ergens, ja. Dat het een soort sierstukje is geweest waar water uit komt van een fonteintje of zo. Klopt, ja. Ja. Denk ik. Ja, dat moet wel. Ja. Maar ja. Is toch leuk? Ja, dat is al een geinige vondst. Ja. Nou, zal dit het dan worden eindelijk? We doen bijna nooit een live dik, maar nu wordt het eens tijd. Want hij klinkt lekker, ik heb het al gehoord. Laat het nog maar een keer horen, Ben. Ja. 27, 28. Oh ja. Nou, ga maar gauw graven. Ja. Als het niks is, dan ga ik naar huis. Oh. Nou, dan moet het wel wat zijn. Want ik wil nog niet weg. Ja hoor. Wat? Wat is het? Ah. Ja, dat is jammer. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ja, ja. Helaas. We gaan het nog even checken. Ja. Je weet nooit dat er helemaal niks meer. Nou, vind ik dat helaas. Je toch nog doorgaan. We gaan nog niet naar huis, Ben. Nee? Nee. Dan ben ik wel een taxi. Nou, ga je. Nou, als je Ben wat afziet spoelen bij de sloot, dan weten jullie hoe laat het is. Dan is die zegel ook gevallen. Oh nee. Oh. Laten we dat dan maar niet doen. Nee. Heel erg goed uitkijken, want hier kom ik er niet meer bij. Hier moet ik me achterna duiken. Ja, als ik hem laat vallen. Ja. Weer een aardig dik zegellood. Je ziet hier toch Leidse sleutel volgens mij. Een soort wapenschild. Ja, exact ja. Dat klopt. Dat is zeker waar. Ja. Helaas is die niet helemaal mooi of goed meer. Dus toch een stuk afgebroken. Hè? Voorkant. Misschien heb ik dat wel in een woeste bui met mijn schep gedaan. Nee. Volgens mij niet hoor. Maar... Meestal zie je toch hier staat om, OM en ja. Dan volgens mij Castor. Als het hele, de hele tekst. Wat ik wel eens op andere loden ook heb zien staan, om Castor. Oké. Okay. En je ziet toch nog wel details inderdaad. En hier staan ook weer sleutels bovenaan, kruislinks geloof ik. Volgens mij ook, ja. Klopt zo. Dus, toch nog best leuk, maat. Ja, hey. Toch best leuk, maat. Ja. Zie je maar. Ik denk 17e eeuws lood. Denk ik ook wel. Lakenlood, hè? Ja. Ik ga hem even in een aparte vakje doen, zodat ik hem thuis niet weggooi met de andere troep. Uh-huh. Dit is geen troep natuurlijk, maar ja. Hij kan mee. Hij kan mee. Hij kan de vitrinekast in. Dus als je ziet, nou ben ik dat hele stuk afgelopen. Nou kom ik pas een beetje echte vondsten tegen. Ja. Dat was vorig jaar eigenlijk ook. Ja. Ben je aan het einde van de dag en dan kom je het in één keer tegen? Ja, meestal. Op dit is het einde van het stuk land. We hadden andersom moeten beginnen. Ja, maar ja, dan had je aan het einde weer gezeten. Ja. Als je volgende keer had je dat stuk willen doen en dan bedelen dan niks. Dus. Nee,
Nou ja, lekker. Ja. Gewoon voor elkaar hoor. Ja, hè? Een oude aansteker. Ja. Ja, en dit kan Tweede Wereldoorlog zijn, maar dit kan ook jaren 50, 60 zijn, denk ik. Ja. Dus dat hoeft niet heel oud te zijn. Een laag, lang model. Ja. Hoe noemden ze die dingen ook alweer? Ik heb het toen een keer opgezocht, want toen vond ik ook een, niet zo oud. Het is een soort Zippo-achtig iets, hè? Maar het had een bepaalde naam. Je kan hem ook vullen aan de onderkant. Oh, we kunnen dit nog wat eventjes oppoetsen. Hier staan teksten. Even kijken. Hier staan teksten. Kun je wat lezen? Wow. Dan kunnen we misschien nog wel herleiden waar het vandaan komt. Maar inderdaad... 400 staat hier. 400? Ja. Ja, het is jaren 50, jaren 40. Hier staat nog wel wat, hè? Halverwege... Maar daar staat denk ik... Voor liter of voor de inkoming. Oh. Maar even... poetsen, denk ik. Ja, dat is... Quality. Ja. Quality lighter. Ja? Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, best wel grappig. Ja. Ja. Nou, dus, we al van elkaar doen. Daar hebben Göring mee gelopen. Nou, dat zal zijn, hè. Dan maakt het wel speciaal. Ja. Ja, Herman Göring. Ja, maar. Ja. Zo heette die toch, ja. Ja, geloof ik. Herman. Klopt, ja. Hermafrodiet. Stom, dat is een foute boel geweest. Ja. Soms dan vind je iets en dan weet je niet direct wat het is. Maar ik heb even gespoeld bij de sloot. En ik zie details en verf erop. Dus het is echt wel bewerkt en gekleurd. Ja, en nou denk je aan de vorm van, ja, wat heeft hij in hemelsnaam in zijn hand? Ja, ik weet het ook niet, maar het kan zomaar iets bijzonders zijn. Weggooien kan altijd nog, maar ik denk dat dit toch wel echt iets, een sluiting is geweest of iets anders. We gaan het even goed schoonmaken thuis en even rondvragen bij de kenners. Dus, en wellicht komt er dan toch nog wel iets bijzonders uit voort. Ja. Laat hem maar draaien, Dirk. Ja, laat hem maar draaien. Ik heb een poppetje. Jij hebt een poppetje. Hey, maar helaas zonder hoofd. Kijk maar in volgens het gaan. Dat is ook mooi, ja. Apart, hè? Ja, ik weet niet wat het is. Maar we moeten het eventjes informeren en uitzoeken. En wie weet. Maar jij hebt een poppetje. Ja, zonder hoofd. Dat is waar, maar een soort vaaghoorn. Een poppetje zonder hoofd. Ja. Dus, Ben zegt laat maar draaien. Nou, dat noemen we dat ook. Bijzonder hoor. Het is een beetje groenig gekleurd en er zit nog echt wel. Ja. Maar goed, even kijken bij jou. Verarmd. Oh ja, ah, dat is jammer zeg. Een soldaat. Wat leuk. Ja. Tinnen speelgoed. Ja. Jammer dat zijn hoofd eraf is. Ja, helaas, die is geëxplodeerd, denk ik. Ja. Toen hij in strijd was. Ja, ik denk het ook, ja. Met het spelen dat hij misschien toen al kapot is gegaan en dat ze hem weg hebben gedaan. Nou ja, het is niet voor niks een soldaat. Dus, nee, maar toch, laat het nog eens even zien. Toch best leuk, hoor. Ja. En je ziet inderdaad nog wel een beetje verf erop. Hij is gekleurd geweest. Ja, leuk. Ja. Toch leuk. Ja. Nou, dat zullen wel een van de laatste vondsten zijn, denk ik. Want we naderen een beetje het einde van de dag, hè. Ik ga mijn spullen schoon spoelen. Ja. In de sloot en dan vind ik het wel leuk geweest. Oké. Okay. Nou, ik zal nog eventjes één laatste target signaleren en dan gaan we afsluiten. Ja, één laatste mooie target. Ja. Als het goed klinkt en dan gaan we die nog op en dan... Dan is het klaar voor vandaag. Sluiten. Yes. Ja. Doen we. Yes. Het zit er weer op voor vandaag. Toch op de valreep nog leuke vondsten gedaan. Wat vond jij ervan, Ben? Ik vond het een leuke dag, ja. Ja. De vondsten hadden van mij wel iets meer mogen zijn. Ja. Ook mooier, maar ja, weet je mag niet klagen eigenlijk. Hè? Dat hoort erbij, maar je was een beetje verwend toch wel. Ja.
Maar dus, het viel ook wel een beetje te verwachten dat we hier natuurlijk al voor de vierde keer zijn teruggekomen ongeveer, wel, dit ja, stukje grond. Toch met die andere spoel, weet je wel, en niet dat die spoel niet werkt, nee. Want die werkt gewoon. Ja, ja. Maar het is gewoon wat leger ja, hier. En ik, maar ik had ja. toch wel gehoopt dat er ja. nog wel wat diepere vondsten uit zouden komen die toch nog mooi waren. Ja. Ja, al met al hebben we uitgekomen. Ja, hebben we ja. er toch nog wat uit weten te plukken. Dus best leuk. Ja, ja, jij hebt gewoon weer dezelfde knoop gevonden. Ook precies dat. Precies dezelfde, ja. Ook dat nog, ja. Waarschijnlijk van zilver, hè? Ja, dat is voor mij wel toch. Hè? Ja, dat zou wel moeten, denk Want, ik. Want er zit helemaal geen oxidatie op niks. Dus. Nee, als het aluminium was geweest, dan had hij helemaal... Ja, dat is helemaal kapot geweest waarschijnlijk. Dus. Nou, en van die vondsten ja. waarvan we nog niet weten wat het is, dat kan nog verrassende informatie opleveren. We gaan eventjes op een paar forums raadplegen voor determinatie. Bedankt weer voor het kijken. Tot snel weer. Yes. Hoi.